Er is iets mals aan de hand met Maan de Steenwinkel. De 26-jarige zangeres zit in de bloei van haar leven, heeft net wat hitjes gescoord en dan is het tijd om te oogsten. Je weet nooit hoe lang het succes duurt, dus ze moet het juist nu hebben van al die optredens in het land. En toch blijft ze heel 2024 thuis. Heel ongebruikelijk voor zo'n jonge zangeres. Het vreemde aan dit hele gebeuren is dat Maan haar plotseling ingelaste sabbatical niet zelf heeft aangekondigd, maar dat een spion van Yvonne Koldewijer dit op het spoor is gekomen. En de juice-koningin vraagt zich af wat er achter zo'n lange pauze zit, want een paar optredens zitten natuurlijk nooit opnamesessies in de studio in de weg. Yvonne denkt aan een burn-out-achtige situatie, maar wijst ook op haar vermeende drugsgebruik. Maan heeft tegenwoordig een relatie met een gozer uit de snuifband Goldband en als cocaïne zo dichtbij komt, hoe groot is dan de verleiding om het eens te proberen? En daarna blijft het helaas vaak niet bij één keertje. Maan bevestigt via haar manager wat Yvonne heeft ontdekt over haar werkpauze, maar ontkent dat daar een verslaving achter zit. Maan, daar hebben we al een tijdje niets meer van gehoord of gezien. Normaal gesproken is ze niet weg te denken van je scherm, vertelt Luc Ickink aan de desk van RTL Boulevard. Hij vervolgt, er gingen meteen allemaal geruchten, maar haar management laat nu vandaag aan ons weten dat daar niets van klopt. Ze heeft geen burn-out, ze is niet verslaafd, ze is ook niet overspannen, zeggen ze. Yvonne spionnen hebben maan gespot op de Filipijnen en dat blijkt ook te kloppen. Op dit moment is ze wel op de Filipijnen om vakantie te vieren met haar vriend Karel, zegt Luc. En hoe zit het dan met dat pauzejaar 2024? Ze zeggen ook dat Maan dit jaar inderdaad geen optredens gaat geven, maar dat is alleen maar omdat ze tijd wil nemen voor nieuwe muziek. Ze verwacht volgend jaar, dus in 2025, met die nieuwe muziek te kunnen komen.